in the name of the Father, the Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. Beste broeders en zusters, hartelijk welkom vandaag in deze Eucharistieviering op de zondag van het Pinksterovee. We worden deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren terug naar die bovenzaal in Jeruzalem gevoerd. De plaats waar Jezus op was tijdens het laatste avondmaal. Een plaats van gebed. We worden uitgenodigd om samen met Jezus die hier dus op pad, zoals met Maria, met zijn leerlingen, om te bidden. Te bidden om de gave van die Heilige Geest. We weten vaak. Ons gebedsleven verzwakt is. Daarom is het goed om deze relatie opnieuw te verbeteren door het erkennen van onze fouten. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woorden en in gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom spreekt de Heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, door mij te bidden tot de Heer, onze God. Mogen dan de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot eeuwig leven. We zingen de Marcusmis, bladzijde 381, telkens de aanroeping tweemaal. Heer, ontferm u. Eer aan God in den hoog en vrede op aarde aan de mensen die Hij lief heeft. Wij loven u. Wij prijzen en aanbidden u. Wij verheerlijken u en zeggen u dank voor uw grote heerlijkheid. Heer God, hemelse koning, God almachtige Vader, Heer en Heer God, Zoon Jezus Christus, Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader, Gij die wegneemt de zonde der wereld, ontferm u over ons. Gij die wegneemt de zonde der wereld, aanvaard ons gebed. Gij is aandrukking van de Vader, ontferm u over ons. Want Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen, Allerhoogste, Jezus Christus. Met de Heilige Geest en de heerlijkheid van God de Vader. Amen. Laat ons bidden. Heer, wees ons nabij en luister naar ons gebed. Wij geloven dat de Verlosser van alle mensen met u is in de heerlijkheid. Mogen wij ondervinden dat Hij ook met ons is, tot aan de volleinding der wereld, zoals Hij zelf heeft beloofd, Jezus Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Uit de handelingen der apostelen. Nadat Jezus ten hemel was opgenomen, keerden de apostelen van de Olijfberg naar Jeruzalem terug.
Deze berg ligt dicht bij Jeruzalem op Sabbatsafstand. Daar aangekomen gingen zij naar de bovenzaal waar ze verblijf hielden. Petrus en Johannes, Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, zoon van Alfeus, Simon de ijveraar en Judas, de broer van Jacobus. Zij alle bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Zo spreekt de Heer. Antwoord op Psalm 941, 1, 2 en 5. Kom schepper. Dat gij deel hebt aan het lijden van Christus, dan zult gij juichen van blijdschap, wanneer zijn heerlijkheid zich openbaart. Prijs u gelukkig als men u hoort om de naam van Christus. Het is een teken dat de geest der heerlijkheid, die de geest van God is, op u rust. Zorg dat niemand van u te lijden heeft als moordenaar of dief, boosdoener of aanbrenger. Maar wie als christen lijdt, moet zich niet schamen, maar God eren met die naam. Zo spreekt de Heer. Alleluia vers 455, 1.
De Heer zij met u. Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei: Vader, het uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat de Zoon u verheerlijke. Gij hebt hem immers macht gegeven over alle mensen, om eeuwig leven te schenken aan alle die gij hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige, ware God, en hem die gij hebt gezonden, Jezus Christus. Ik heb u op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen dat ge mij hebt opgedragen te doen. Gij, Vader, verheerlijk mij thans bij uzelf en geef mij de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld bestond. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. U behoorde ze toe. Mij hebt ge ze gegeven en zij hebben uw woord onderhouden. Nu weten ze dat al wat gij mij gegeven hebt van u komt. Want de boodschap die gij mij hebt meegedeeld, heb ik hun meegedeeld. En zij hebben ze aangenomen en naar waarheid erkend dat ik van u ben uitgegaan. En ze hebben beloofd dat gij mij hebt gezonden. Ik bid voor hen, niet voor de wereld bid ik, maar voor hen die gij mij gegeven hebt, omdat zij u toebehoren. Al het mijne is van u en het uwe is van mij. Zo ben ik in hen verheerlijkt. Ik blijf niet langer in de wereld, zij echter blijven in de wereld, terwijl ik naar u toe kom. Zo spreekt de Heer. Nee, dan. Deze dag mogen we dus luisteren niet naar een preek, maar een brief van onze bisschop. Aan de gelovigen in het bisdom Roermond. Op het eerste Pinksterfeest gingen de deuren van de leerlingen wagenwijd open om de wereld in te gaan en de blijde boodschap te brengen. Tweede Pinksterdag gaan dit jaar de deuren van onze kerken weer open, om er binnen te gaan en om samen Eucharistie te gaan kunnen vieren. Maar die opening zal bescheiden zijn. Voorzichtigheid en zorgvuldigheid blijven troef, het is niet anders. Overvallen door de mogelijke gevaren en gevolgen van het coronavirus, heeft de overheid forse maatregelen moeten treffen. En ook de kerk ontkwam daar niet aan. Zodoende zijn we vanaf alle vaste tot nu toe niet in de gelegenheid geweest om samen Eucharistie te vieren, zelfs niet met Pasen. Dat het een groot offer was voor ons allen, is wel duidelijk. Er kwamen ook terechte vragen. Waarom zijn de bisschoppen strenger dan de regering? Wanneer kunnen we weer gewoon naar de heilige mis toe? Zonder alle vragen te kunnen beantwoorden binnen het bestek van deze brief, is het goed om het volgende te weten. Op het moment dat de crisis om ingrijpende maatregelen vroeg, werden alle publieke bijeenkomsten verboden. Wellicht herinneren zich nog dat alle restaurants en cafés in minder dan een uur tijd op slot werden gedraaid. Onze kerk en ook andere religieuze organisaties kregen die dagen weliswaar de toestemming om tot een maximum van 30 personen bij elkaar te komen. Maar van regeringswege is het drukkelijk gevraagd
om hier zeer voorzichtig mee om te gaan. De gevaren van het virus waren reëel en over de verspreiding ervan was nog niet veel bekend. Het was dan ook zeker niet denkbeeldig dat een uitbraak van het virus door een kerkdienst te herleiden zou zijn. Omwille van de volksgezondheid is toen besloten tot 1 juni in het geheel geen missen met kerkgangers te houden, behalve uitvaarten en huwelijken. Die laatste zijn doorgaans ook uitgesteld. Met heel wat progenpriesters heb ik de afgelopen weken gebeld. Soms waren progens waaraan het virus voorbij leek te gaan, maar andere werden zwaar getroffen. Er waren priesters die, al of niet goed ingepakt, mensen in het ziekenhuis gingen bedienen. Pastoors die zelf het virus te pakken hebben, hadden verpleeghuizen met abnormale hoge sterftecijfers. Priesters die trouwe vrijwilligers ten graven moesten dragen. En ook parochianen die een pastoor door deze ziekte verloren. Omwille van de volksgezondheid konden wij niets anders doen dan de uiterste voorzichtigheid betrachten en deze draconische maatregelen doorvoeren. De eerste weken was er veel begrip voor deze maatregelen. Veel parochies werden heel creatief in het onderhouden van contacten met hun parochianen. Dank voor al die moeite en oprechte zorg. Maar de laatste weken werd steeds duidelijker dat er naast eucharistische honger ontstond. Waar ik ook kwam, of bij welk telefonisch contact ook, bij leken, diakens of priesters in het zuiden of het noorden, stevast was de vraag: wanneer beginnen we weer? Komt er nog iets nieuws? Komt er nog nieuws van de bisschoppenconferentie? Als de kapper en de nagelstudio weer open zijn, waarom wij? Wij niet. Ook al was er geen antwoord op de raad, eigenlijk was ik al blij met de vraag. Want die vraag was een goed teken. Een teken dat de kerk van Christus in ons leeft. Online kijken naar de heilige Christus aanleg. Maar we willen ook uiteindelijk ook echt samenkomen om ons geloof te kunnen vieren. Om het lichaam van Christus te kunnen ontvangen. En om binnen de gemeenschap deel van zijn lichaam te zijn. Goed nieuws dan. Zoals u weet, versoepelt de regering de maatschappelijke maatregelen aanzienlijk per 1 juni. En het oude besluit dat bij eucharistievieringen geen gelovigen aanwezig mogen zijn, loopt ook tot 1 juni. In de afgelopen weken hebben de bisschoppen met elkaar overlegd hoe in onze kerk de vieringen weer kunnen worden hernomen, met inachtneming van de gezondheidsbepalingen van de regering. Het goede nieuws is, wordt gezegd, vanaf 1 juli zijn de missen weer toegankelijk voor maximaal 30 personen. Vanaf de viering van Sacramentsdag, 14 juni, is er ook weer de gelegenheid om ter communie te gaan. Vanaf 1 juli zijn er weer heilige missen mogelijk met 100 mensen. 1 juli is de tweede Pinksterdag. Laten we blij zijn dat we die dag nog steeds als zondag kunnen vieren. Laat het, net als voor de apostelen, een nieuw begin voor ons zijn. Kom, Schepper Geest, laat tot ons neer. Houd gij met ons uw intocht, Heer. Vervul ons hart en uw verblijf met hemelse waarmachtigheid. Tot zover deze brief, geschreven op Hemelvaartsdag, van onze bisschop, monsieur Harry Smeets. Dan wil ik meteen daarop aansluiten. Ook wij als parochies willen vanaf tweede Pinksterdag weer heilige missen gaan aanbieden waar u bij kunt zijn. Vooral doelpunt voor onze eigen parochianen. Hoe dat vorm zal krijgen, daar zijn we nu als bestuur nog druk mee in overleg. Het
Het zal evenal worden zo dat u zich moet gaan aanmelden telefonisch om deel te kunnen nemen aan de missen, zodat we ook precies weten hoe we 30 man krijgen. Hoe en wat zal worden gepubliceerd in onze nieuwsbrief en zult u ook ter zijner tijd in de etalages regelblad zullen zien. We zijn blij dat we weer samen mis mogen gaan vieren. Maar er zal nog heel wat geregeld moeten gaan worden om alle regels die de overheid en de bisschop ons hebben opgelegd waar te kunnen maken. Laten we nu ook samen ons geloof in die leven tot gaan leiden. Ik geloof in God het Almachtige Vader. Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die neergedaald is ter hel, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is in de hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaag is dat ook oorbeden, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Goddelijke Kerk, de gemeenschap van de Heiligen, de vergeving van de zonde, de vereistes van het lichaam en het eeuwige leven. De Heilige Geest bidt in ons en komt onze zwakheid te hulp. Hij richt ons naar de Vader wanneer wij stamelend bidden. Wij bidden vandaag om Gods Geest. Mogen Hij verbondenheid scheppen tussen alle mensen. Daadwerkelijk beleefde saamhorigheid tussen alle die geloven. Om samen te bouwen aan een betere wereld. Laat ons bidden. Wij bidden om Gods Geest. Mogen Hij ook ons in beweging zetten op de weg van Jezus. Om te troosten wie bedroefd zijn en op te beuren wie vereenzamen, om aan te vuren wie zijn uitgedoofd en te verzamelen die verdeeld zijn. Laat ons bidden. Heer ons ontreden u voor ons. Wij bidden om Gods Geest. Mogen Hij ons bijeenhouden en bezielen met zijn kracht om samen kerk te zijn en elkaar en anderen te inspireren. Om Jezus en zijn boodschap levend te houden in deze tijd. Laat ons bidden. In onze God, wij bidden om Gods Geest. Mogen Hij alle ouders steeds weer de kracht geven om invulling te geven aan een liefdevolle verbondenheid met hun partner en hun kinderen. Opdat de warmte in de gezinnen heel de samenleving mogen verwarmen. Laat ons bidden. Heer ons op ons leven in uw verlos. Natuurlijk willen we ook heel bijzonder bidden voor alle intenties waarvoor deze mis eigenlijk maandag opgedragen zou worden. Alle intenties die ons zijn doorgegeven via mail, telefoon om voor te bidden. Voor de zieken uit onze parochies, uit onze families. We willen ook vandaag natuurlijk heel bijzonder bidden dat ons mag lukken om vanaf komende Tweede Pinksterdag weer samen te komen om de Heilige Mis te kunnen gaan vieren. Laat ons bidden. Heer onze God, in de u God, geef ook wij in navolging van Jezus en zijn eerste volgelingen mogen volharden in het gebed, in het vaste geloof dat uw hand nooit van ons terugtrekt. Mogen uw geest dat geloof en die hoop verdiepen, opdat wij mogen groeien in onderlinge verbondenheid en liefde door Christus onze Heer. Amen.
Gezegend zijt gij, God, Heer van alle leeft, uit de milde hand de brood ontvangen, aan u dragen op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen, maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft, uit de milde hand de beker ontvangen, aan u dragen op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen, maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God. Bid dan voor hun zusters dat mijn offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Heer, neem de gebeden en gaven van uw gelovigen aan. Mogen wij door deze heilige viering eens komen tot uw heerlijkheid in de hemel, door Christus onze Heer. De Heer zal bij u zijn. Verheft uw hart. Brengen we dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal door Christus, onze Heer. Die is verrezen aan zijn leerlingen verschenen, die opgestegen is ten hemel voor hun ogen. Hij doet ons delen in de heerlijkheid die hij van u, zijn Vader, heeft ontvangen. Vreugde paasfeest vult ons mensen die op aarde wonen. Vreugde vult de engelen in de hemel, de macht en de kracht die u loven en dit lied toejuichen zonder einde. Ja, Heer, ge zijt de Heilige en uitlooft u heel uw schepping, want gij geeft al wat leeft de adem van het leven en heiligt het tot uw rijk. En gij laat niet af te vergaderen uw volk van de einde der aarde, van waar de zon opgaat en waar zij neerdaalt, wordt aan uw naam de lof geofferd door hem die heel onze meester is, Jezus, Messias, uw Zoon. In wie de kracht zich baan trekt van uw scheppende Heilige Geest. Zo bidden wij en smeken, neem deze gaven aan, bestaan ze aan uw tafel af, heilig ze door uw geest, om lichaam en bloed te worden van onze Heer, op wiens gezag wij deze geheimen behartigen. Want hij nam in de nacht dat hij werd overgeleverd het brood en sprak erover de dankzegging, u zegend, en brak het, gaf het aan zijn leerlingen en de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Evenzo nam hij de beker
En dankzeggende zegende hij en gaf die aan zijn leerlingen met de woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. En blijft doen om mij te gedenken. Daarom, o Heere, dacht ik het heilzaam lijden van uw stroom en zijn verrijzenis en opstanding ten hemel, maar ook in de verwachting van zijn komst, brengen wij u voor onze dank en dragen wij u op dit levende, heilige offer. Zee neer, zo smeken wij op deze offerande van uw gemeente en neem het offer aan van hem in wie gij welbehagen hebt. Geef dat wij door het lichaam en bloed van uw Zoon, vol van de heilige adem des levens, één lichaam worden en één geest in Christus. Hij moge ons ook maken tot een blij eeuwige opgave aan u, omdat wij met uw uitverkorenen het land van uw erfdeel tegemoet gaan, dus samen met de maagd en moeder van onze God Maria, met uw apostelen en met de martelaren, die tot uw eer getuigen met hun bloed, en met al de heiligen, voor wie een onophoudelijk gebed tot onze hulp gereed is. Moge dit offer, zo bidden wij, tot onze verzoening zijn, o Heer, en tot de vrede en het heil van heel de wereld. Bevestig uw kerk die in ballingschap is, zolang de wereld duurt, en maak haar één in liefde en geloof, samen met uw dienaar, Franciscus onze paus, Harry onze bisschop, Everard de hulpbisschop, en met geheel de Sambogen kring van uw gewijde dienaars. Wees haastig tot de hulp gereed van deze gemeenschap die gij geroepen hebt, om voor uw aangezicht te staan. Verenig al uw verstrooide kinderen in uw ontferming, o Vader barmhartig. En laat onze overleden en onze broerzusters die ons zijn voorgegaan en allen die uit deze wereld zijn overgegaan naar uw rijk, het aangezicht en tegemoet van uw Messias, binnengaan en binnen wij, maar ook wij eens en voor al te worden verzadigd met uw heerlijkheid door Christus onze Heer, in wie gij de wereld rijk en schenken wilt, al wat goed is. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Aangespoord door het gebod van de Heer, de en door zijn goddelijk woord onderricht durven wij zeggen: onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons. Los ons Heer van al het kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want nu is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, je hebt de apostelen gezegd:
Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam. En maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede des Heer zij altijd met u. Zalig zij, die genodigd zijn aan de maaltijd des Heeren, zie dat lam dat op zijn weg neemt, de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt. Maar spreek er iets anders van. Is all day long.
Laat ons bidden. God, onze Redder, verhoog ons. Sterk ons op deze Eucharistie in het vertrouwen dat aan heel het lichaam van de kerk de heerlijkheid te beurt zal vallen die al gegeven is aan haar hoofd, Jezus Christus, onze Heer. Amen. Zo staan zij. We hopen vanaf tweede Pinksterdag weer een publieke viering te kunnen gaan starten. Hoe de aanmeldingsprocedure zal gaan verlopen, wordt gepubliceerd in de eigen media, de eigen websites die we hebben. Hou deze in de gaten. Maar aanmelden zal zeker niet kunnen voor komende donderdag. Hou daar dus rekening mee. De Heer zal bij u zijn. Zegen u dan de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige.